We staan hier aan, aan het Vressels Bos. En er wordt weer een ven onder handen genomen. Hè? Ja, dat doen we ieder jaar. Nou is dit ven aan de beurt. En vorig jaar hebben we dat ven gehad. En bij de stokven weg een ven. Maar dat komt om de 2 jaar, 3 jaar komt dat terug. Het is de bedoeling dat we de heideveld ophouden. En de boskage eromheen, om die een beetje terug te dringen. Hè. Die dennen worden daar nou ook uitgedund. Die geel rood aangestipt zijn. En ja, dat komt veel zaaigoed vandaan. Hè. De zaaigoed, als je dat niet in de hand houdt, dan is het hier binnen 10 jaar helemaal een bos. Of wat moet ik me eigenlijk voorstellen? Dan is het over 10 jaar een bos. En dan verdwijnt hier alles. Want die hei die gaat dan verstikken. En de insecten die erin leven. Dan moet licht bij kunnen bij dat water. Hè. Voor de kikkers en voor de libellen en de salamanders. En ja, alles wat hier leeft. En dat blijven we ieder jaar nog steeds doen. Zolang als we kunnen. Je doet werk hier nou met een aantal vrijwilligers. Heeft Staatsbosbeheer, die de eigenaar is van het bos, daar geen mensen voor? Of? Nee, die heeft daar geen mensen voor. Want dat is first arbeidsintensief. Dat kost first voor geld. Daar moeten ze mee vrijwilligers doen. Vorig jaar had je het erover dat een gedeelte van het bos op de nominatie stond om door een aannemer echt heel grof te worden gesnoeid, bewerkt. Ja, bij de hazenputten en bij de oude putten die daarbij liggen. En die groeien helemaal dicht. En dat is geen werk van een vrijwilliger. Daar moet een aannemer aan de gang. En ik dacht niet dat ik het nog ooit mee zou maken. Maar nou hebben ze een plan om dat open te maken. En dat gaat nou gebeuren.